De start is gevallen, de paarden onderweg en de strijd om de leiding. Waarbij Fred Handelaar naar voren komt om die op te eisen met paard nummer 5, Fiona Stardust. Fiona Stardust neemt de leiding, maar aan de buitenzijde komt daar een Wim Brouwer naar voren met zijn nummer 6, Diamond Twix. Goed gestart aan de binnenzijde, het nummer 1 van Donder Freo. Dat zijn de eerste drie. Alle paarden zijn goed weg. En waar vinden we dan de overige favorieten? Dan denk ik aan Erik van den Berg, die ligt er geweldig in met zijn Sardinus BG op ongeveer zesde positie. In het tweede spoor. Dat paard kan zo dadelijk wel eens gaan schieten. En Jaap ter Stal, die treft het op dit moment even minder. Blijft daar in het derde spoor wat hangen met zijn nummer 10, Darwin Boko. Maar goed, dat is wel een paard dat beschikt over veel loopvermogen. En wie weet valt er zo dadelijk nog wat te halen. Paarden komen op weg naar de rechte lijn voor de tribune. En we zullen eens kijken of we het 12-koppige veld kunnen doen toekomen. Het is met nog twee rondes te gaan aan de kop, Fiona Stardust. Fiona Stardust, buitenzijde dan Diamond Twix, binnenzijde Donder Freo. Driedik komt daar naar voren, Darwin Boko. Die krijgt geen makkelijke koers. Aan de binnenzijde loopt Daisy geen meter te veel. En in het tweede spoor trekt nog altijd mee Samantha Stolker moet ik zeggen, met haar nummer 2 Dr. Lof, Feike Willem. Zo moeten we het zien. Die ligt daar dan vlak achter. En verreweg vinden we dan Henk van Wonderen terug. En hij is actief met zijn eigen Dr. Melvie. Deelnemers komen op weg naar de verre linkerbocht. En daar is inmiddels Darwin Boko wel tot schuin naast de koploper gekomen. Maar het valt niet mee. En bovendien komen er meer reacties in het veld. Want ook Sunderness BG wordt nu losgelaten door Van den Berg. En zo hebben we de drie grote favorieten vooraan. Maar eentje minder, want Darwin Boko springt in de fout. Darwin Boko maakt daar een galoppade. Uitgeschakelde 10, galop. 10, galop. En kan op dit moment nog even niet het veld uit, maar dat wordt hem nu wel gegund door Erik van den Berg. En we hebben de twee favorieten over, Fiona Stardust en Sunderness BG. Met erachteraan de binnenzijde Donder Freo, die nog altijd goed meegaat naar lange rust. Achter Donder Freo komt aan de buitenzijde naar voren het nummer 2 van Dr. Love. Maar die werd nog juist vooraf gegaan door Wim Brouwer en zijn Diamond Twix. Vooraan, Fiona Stardust, nog altijd aan de leiding. En je mag zeggen, ja, sterk aan de leiding. Sunderness BG op de tweede plaats gaat wat kortere stapjes nemen. En krijgt het nu wat moeilijker met Erik van den Berg. En moet oppassen voor een aanstormend peloton dat hem daarachter op de hielen zit. Strijd voor de plaatsen lijkt wijd open voor de overwinning niet meer. Want Fiona Stardust die heeft dat toch wel een hele gezonde voorsprong. Wat een mooie apotheose daarachteraan. In de buitenste sporen komen ze hier over de Alkmaar de piste naar voren. Feike Willemstra onder andere, die maakt daar een goede indruk. We zien nog een springer ertussen. Door. Klein Vincent is het hier op Alkmaar. Maar het is Fiona Stardust die gaat winnen. De 9 loopt. Superkoers voor tweede. De 12 derde. Bachelor Kingly. Zeg niet dat u niet gewaarschuwd was. En op de vierde plaats erachter het nummer 6 van Diamond Twix. Geweldige dames en heren, de winnaars Fiona Stardust en Fred Handelaar. Zij winnen hier de Celtic Boko kwartetraverij. 3 jaar deze bruine merrie. Kift Kronos uit Urania Stardust, gefokt door de heer Scheffer. Bezit van stal PD, Bas Krebas de trainer en Fred Handelaar de winnende piqueur. De envelop met inhoud voor Fred Handelaar. Peter Delis, de man in de paarse trui, ontvangt het vispakket. Beschikbaar gesteld door vader en zoon Tiele. Geven de fotograaf even de gelegenheid om hun werk te doen. Ja, Fred, de eigenaar is het met je eens. De beste tactiek dit, hè? Ja, het is natuurlijk een handige vertrekker. En waarom zou je het anders doen als het op deze manier kan? Dan kom je in het gedrang en dit past haar perfect. Start over 12 minuten. De anderen zaten lekker in het gedrang, Fred. En het gebeurde ver achter jouw rug. Een prachtige dag om te winnen. Je zei het net al even tegen meneer Tiele buiten de microfoon om. Maar het mag nog wel eventjes zitten, Eggy. Nee, het is altijd geweldig dat hier met de tweede paas, tweede Pinkster, dat er van alles gebeurt. En dat eigenaren, mensen eromheen met hele leuke cadeaus en dingen naar huis gaan. Dat is top. En voor Peter Delis van Peter. Idee is het helemaal geweldig, want de familie is mee, vrouw, dochter, dus aanhang. Dus dat is alleen maar heel mooi natuurlijk. Dan zien ze ook waar hij mee bezig is met zijn hobby. Dankjewel Fred voor het vertegenwoordigen van de sport. We kunnen in de handen, dames en heren, voor Fred Handelaar, meervoudig kampioen van Nederland. En met dit soort paardenrijden, ja, dat is natuurlijk een feestje, ook voor hem. Geef me een groot applaus, dames en heren. Fred Handelaar, Fiona Stardust.